Deze beschouwing die gaat onder andere over Karel van Wolveren en eh, het gaat over de, de geschiedenis. En ik denk dat Karel van Wolveren erg verstandig aan doet om naar deze beschouwing te luisteren. Dus als jij Karel van Wolveren kent. Of je kent iemand die hem kent. Of je kent iemand en die kent iemand en dat is een Facebook-vriend van Karel van Wolveren. Dan geef hem even een seintje. Ja. Het kan ook zijn dat Karel van Wolveren. En daar ga ik niet van uit. Maar het kan zo zijn dat Karel van Wolveren. een enorme hufter is. Een achterbakse. Een stuk verdriet. Dat kan ook. En, maar daar ga ik niet vanuit. Ik ga ervan uit dat Karel van Wolveren iemand is die niet op de hoogte is van de geschiedenis. En die niet op de hoogte is van de waarheid uit de Bijbel. Dus zo zou ik het moeten zeggen: de geschiedenis en de waarheid uit de Bijbel. En voordat dan iemand als Karel van Wolveren nu denkt van oh, u reden over de Bijbel, nou dan doe ik ook ik gelijk mee op. Nee, dan ga ik dan nee. Hé, ho 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 niet gelijk in paniek rijden. Ik heb het over de waarheid uit de Bijbel. In de Bijbel staan waarheden. Onontkoombaar. In de Bijbel staat bijvoorbeeld dat de materie, de wereld, onze objectieve werkelijkheid, die is veroorzaakt door iets. En dat is niet materieels, maar het is wel. En dat noemen wij het woord. Of het bewustzijn. Ja, dat is een waarheid als een koe. Dat dat de enige mogelijke oplossing is, dat staat vast. Dat heeft iemand in balkant vastgespijkerd. Hij heeft uit de Schopenhauer nog een paar extra bouten opgemonteerd. En het geheel is in een cement gestort door Gerardus Heimans. Leuk, hè, dat ook een Nederlander nog heeft meegedaan aan het vastleggen van dit bewijs. Nou, dat is bijvoorbeeld een waarheid als een koe uit de Bijbel. En dan heb ik het over Johannes 1, vers 1. Of Genesis 1, vers 1. Die dingen zijn onbetwistbaar. Die zijn waar. Maar er zijn nog meer dingen waar die in de Bijbel staan. Zo wordt er in de Bijbel konden gedaan over een macht en die heet Babylon. En die macht die laat zich heel makkelijk kenmerken. Namelijk, ze gaan zich te buiten aan seks en drank en uh, allerlei andere ongein. En ze hebben een meerdere, uh, go, meerdere goden systeem. Dus een systeem met meerdere goden. En de belangrijkste godheid is een vrouw. En ze doen aan dingen als. Uh, wat wij nu noemen transgender. En uh, genderfluiditeit. Dus uh, je, je bent niet echt een mannetje of een vrouwtje. Je bent gewoon wie je wilt zijn, mallard. Uh, uh, wat voel jij je vandaag? Nou, zo so ben je hoor. En uh, dat is Babylon. En. Babylon, dat kennen wij uit het geschreven woord. En het spoor naar Babylon, dat stopt waar het geschreven woord ophoudt in de geschiedenis. Ik bedoel, er is een punt in de geschiedenis en we hebben, niet meer teksten. we hebben geen teksten die ouder zijn dan dat. De oudste teksten zijn 3000 jaar oud. En in de oudste teksten wordt konden gedaan van Babylon. En Babylon heeft ook echt bestaan. Dus, er is dat, dat noemen wij het spijkerschrift. Maar het heeft een, het heeft of zo. Overigens, dat is best aardig om te vertellen, dat heeft niks te maken met de Bijbel. Maar uh, dat spijkerschrift, daarvan weten wij vrij goed hoe het in elkaar zit. En dat komt omdat we daar een veelheid aan. ...documenten van hebben. Dat zijn kleitabletten. En... ...die documenten... ...dat zijn niets meer dan... ...nou, even grof gezegd dan... Hè, ...heel, heel... ...korte door de bocht. Niets meer dan afleverbonnen. Dus iemand... ...die gaf aan Piet... ...een geit... ...en dan gingen ze samen naar de... ...nou, een heilige man... ...een, een geautoriseerd persoon... Uh, iemand die hem, uh, momenteel zou je kunnen zeggen de bankiers, hè? Dus een beëdigd een, be een bankier of een advocaat of een zo. zo'n soort persoon en die schreef dat dan op, want uh, er is een geit geleverd en dat werd dan in spijkerschrift in klei, natte klei uh, werd het gekrast en dan werd het gebakken. Nou, op dat moment had je een ding en dat kon je niet meer veranderen. Dan moet je even in je oren knopen, dat is heel belangrijk. Hè? Dat is ook bij een bank, als jij een, op een bank afschrift, je, je boekt 500 euro over naar Piet. En dan denk je even later, oh nee, eh, dat had niet naar Piet gemoeten, dat had naar eh, Joke gemoeten. Nou, daar heb je mooi een probleem. Want je kan niet zomaar tegen de bank zeggen, doe me even die 500 terug. Hè? Nee, eens gegeven blijft gegeven. Nou, en dan werd er dus die transactie, die werd dan opgeschreven in klei, en die werd gebakken. En degene die die geit had afgeleverd, die was die geit dan kwijt. Dat rijmt. <laughs> geit kwijt. En die kreeg daar een kleitablet voor terug. Je kan zeggen, die kleitabletten, dat waren. Nou, dat was geld, dat was valuta. Dat kreditos. Krediet. Anyway, wij weten nogal wat van Babylon. Die jongens waren niet dom. Babylon, dat staat voor een eenheid van kerk en staat. Dat is ook een mooie dubbelzegging. Babylon staat voor een eenheid van kerk en staat. Want Babylon staat. En Babylon stond ook. Een automatenkrachtig systeem. Dan heb je dus een eenheid tussen de kerk en de staat. En doordat je die twee samen vlecht... En vanwege het feit dat de mens van huis uit, anders dan een baksteen of een coronavirus, is een mens een metafysisch wezen. En heel gevoelig en ontvankelijk voor alles van gene zijde. Nou, en als je dat combineert, en dat was dus in Babylon zo... dan had je de heersende macht, een of andere aristocratische familie... en die vond dat ze de baas waren. En als ze dat niet werden, dan uh, werden verkozen. Dan gingen ze moordpartijen beginnen. Hele vervelende mensen waren dat uiteindelijk, want tirannen. En dan hadden ze een, uh, die priesters om oeloe, te roepen. Ze hadden ambtenaren om de belasting te innen. En ze hadden een leger... Om uh, ervoor te zorgen dat de belasting ook echt betaald werd. Dus ja, dat waren de, de drie vormen van de overheid die ze nodig hadden. Dus uh, belastingdienst voor de inkomsten, de priesterschap om uh, oedeboeloe te roepen en hokespokers te doen. En dan een leger om ervoor te zorgen dat iedereen die niet luisterde naar de priester of de belastingambtenaar, uh, dat die een kopje kleiner werd gehakt. Dat was het. En dat was heel succesvol. Dat, uh, even over Karel van Wolver. Dus Karel, als je dat hoort, dit is het. Snap je? Dit is het en mee niet. Hier gaat het om. En je kan niet half-half uh, meewerken met Babylon en dan toch heel kritisch zijn. Want als je half-half meewerkt met Babylon en je vindt jezelf toch heel kritisch. Het enige wat je doet is dat je meewerkt met Babylon. Dat je meewerkt met die eenheid van kerk en staat. Snap je? En er is sinds de dagen van Babylon helemaal niks veranderd. Karel. Nou, ik hoop dat je je persoonlijk aangevoerd voelt als je Karel van Wolveren heet. En als je dus Karel van Wolveren niet bent, maar je kent iemand en die kent Karel van Wolveren. of je kent iemand en dat is een Facebook-vriend van iemand en die kent Karel van Wolveren. zorg ervoor dat Karel van Wolveren hiernaar luistert. En ik heb het net allemaal verteld. Dit is binnen de 10 minuten. Dit is het missende stukje informatie. wat Karel van Wolveren goed uit zijn hoofd moet leren. En Karel van Wolveren, die mag daar best dan Genesis 10 bij gaan pakken. waarin het eh, melding wordt gemaakt van Babylon. Als ik het wel heb, in elk geval in boek Genesis. Er wordt echt gesproken van Babylon. En wat ik net zei over die drie poten van de staat. Namelijk de belastinginnerij. De, de priesters. En de, de boze jongens met de wapens. Ja dat, uh, dat, ja, dat kan je gaan controleren als je Karel van Wolveren heet. Maar ik denk dat Karel van Wolveren ook wel in één keer zal denken: van ja, natuurlijk zit het zo in elkaar. Want dat zijn precies de drie ingrediënten die je nodig hebt. En voor de rest kan iedereen je rug op. In Babylon had je niet zoiets als een sociale dienst. Dat zijn moderne fratsen. Dat had je niet nodig. Nou, en dat Babylonse gebeuren. Dat heeft zich geëvolueerd, dat heeft zich aangepast aan de moderniteit. Telkens weer. En ja, momenteel, hoe ziet Babylon er nu uit? Nou, ik weet zo 1, 2, 3, geen belangrijke leider die niet onder controle staat van Babylon. Oftewel, bij mijn weten staan alle. Mensen die maar enigszins wat in de melk te brokkelen hebben. onder controle van Babylon. Zo groot is Babylon geworden. Ja. Ja. En die overgang. Dus hoe het allemaal in die 3000 jaar. hoe, de, hoe Babylon in 3000 jaar tijd. zich heeft kunnen ontwikkelen. als ja, van een relatief kleine stadstaat die het was daarin in Sumer, tot wat het nu is. Ja, daar kan, kan je verschillende boeken over gaan lezen. En dat is ook voor Karel van Wolveren een, een goeie natuurlijk, maar ook voor jullie. Uh, boeken die mij zo te binnen schieten. Uh, dat is het boek. Uh, een van de boeken is uh, Rulers of Evil van Frederik de Personsi en dan heb je het boek voor uh, The Two Babylons dat dacht ik van Hislop Alexander Hislop. De nou, The Two Babylons kan je intypen en het is ook vertaald in het Duits. en dan heet het van Babylon naar Rome. en die rare Duitsers die schrijven Rome zonder e. dus van Babylon naar Rome zouden we zeggen, maar op z'n Duits moet je dan een e weglaten. <laughs> Van Babylon naar Rome. Dat is hetzelfde boek als de two Babylons. En dan heb je nog een hele belangrijke, denk ik, dat is denk ik het, het allerbeste werk in deze. Dat, is de, of dat zijn de, de twee boeken van P. D. Stewart. En Stuart is gewoon die Engelse naam, dus zoals je net zegt. Hè. Met een T, zo twee T's. Stuart. En PD, dus uh, Pieter Dirk, PD Stewart. En dat heet Code Word Barbelon. En onder deze uitzending zat een linkje naar een serie lezingen van Tom Frueze. Die is aangesloten bij, was aangesloten bij First Amendment Radio. En die leest voor uit dat boek. En terwijl die voorleest, geeft hij daar persoonlijk dan zijn visie bij. En regelmatig wint hij zich op. <laughs> maar het is wel schattig. Als je, ik heb al heel veel geluisterd naar Tom Fress. En dan denk je: oh jee, daar gaat hij weer. Oh, daar gaat hij weer. <laughs> maar ja. dat is wat oudere baas. Uh, ook een belangrijk boek. Daar heb, uh, heb ik al drie genoemd. Nou, hè? Maar een vierde die je ook niet mag missen: Dat is Behind the Dictators. Van Bill Hughes. Hughes. Op zijn Nederlands. Hug Hughes. Bill Hug Hess. Behind the Dictators. En Behind the Dictators kan je, denk ik, gratis downloaden. Rulers of Evil kan je gratis downloaden. Uh, the Two Babylons kan je, denk ik, ook gratis downloaden. Schat ik. Weet ik niet zeker. Uh, code word Babylon van P.D. Stewart, daar moet je kopen. En dat kost je wel wat. Dat. Uh, ja, je moet dus allebei de exemplaren hebben. En alles bij elkaar gaat het je denk ik 120 euro kosten. Met verzendkosten en alles. Nou, misschien wat minder. Ja, 80 euro. En je moet een creditcard hebben. Maar dat is ook een vrij recent boek. Dus dat is logisch dat het nog geld kost. En die auteur van Rulers of Evil die is overleden. En zijn familieleden die claimen kennelijk geen copyright of zo. Dus dat is makkelijk. Kan je ze ook downloaden? Ja, dan heb je eigenlijk alles wel te pakken. Dus je hebt het oude Babylon, je hebt de wijze waarop het zich ontwikkeld heeft. En je hebt hoe het er nu uitziet. Ze hebben in Rome een hele kleine staat. Hij heet Vaticaan, of het Vaticaan heet het. Dat is een staat. Met een muur eromheen. Nou, dat kennen we natuurlijk al heel lang. En van daaruit hebben ze een heel netwerk over de aarde. En ja, hebben ze elke wereldleider in de pocket. Inclusief. Uh, nou ja, de elke. Dus ja, het maakt niet uit wie je noemt. Noem er maar één. En dan zeg ik: Ja, die ook. Gewoon Erdogan van Turkije dan. Ja, die ook. <laughs> het is namelijk zo dat als een wereldleider niet meedoet, dan wordt hij doodgeschoten. Dus nou, dan hou je vanzelf allemaal wereldleiders over die allemaal meedoen. Want ja, doen ze niet mee, dan worden ze doodgeschoten. Er was een Amerikaanse stand-up comedian. Wie was dat nou weer? Hij weet het niet meer. En anyway, het was eigenlijk een hele grappige man. En die zei dus, van, nou weet je hoe het zit? Uh, iemand wordt president, hè? En uh, vlak nadat hij president is geworden... en hij is dan ingeaugureerd inge inge of zo... Hè? Dan, uh, dan krijgt hij bezoek en dan wordt aan hem gevraagd... Van, heb je zin om even mee te gaan? We willen je wat laten zien. En dan gaat hij naar een klein bioscoopzaaltje toe. en dan krijgt hij een privé filmvoorstelling. En dan ziet hij een film met datgene wat er werkelijk gebeurd is. toen in 1963. toen John F. Kennedy werd doodgeschoten in het volle daglicht. En als dat filmpje afgelopen is. dan zit die persoon, dan, die nieuwe president. helemaal onthutst in zijn stoel. En dan komen ze weer uit het duister naar voren en dan zeggen ze tegen hem: van, Nou, je snapt het, hè? Mooi zo. En wij willen graag dat jij de komende tijd de volgende dingen gaat doen. en uh, uh, Kortom, uh, niet zo eigenwijs doen als John F. Kennedy, want dan maken we je af. Uh, dat, dat was een grap wat die man uh, uh, probeerde te vertellen. En ik zeg je, dit zit heel dicht bij de waarheid. Het enige wat uh, niet waar is, is dat, uh, dat element erin met een filmzaaltje en dat hij een film te zien krijgt of wat dan ook. Maar de rest wel. Bedoel, wordt, uh, iedereen die iets van een bepaalde positie bereikt, die krijgt op een dag bezoek. en er wordt tegen die persoon gezegd: Van nou, harte gefeliciteerd met je mooie positie. En nou, vanuit die positie ga je natuurlijk allemaal hele belangrijke dingen doen en de dingen die heel erg belangrijk zijn, die zijn en dan krijg je een lijstje van dit moet je doen, dat moet je doen en dan ook alle dingen die je niet moet doen. Dus wat we niet gaan doen is een eigen muntsysteem opzetten, want dat is niet productief. Bijvoorbeeld, huh? de, daar houden ze niet van. En zo zijn er nog wel meer dingen. Ja. Bijvoorbeeld het behouden van de eigen cultuur van een land. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Ja. De culturen van de landen, die moeten allemaal door elkaar gemengd worden. En het moet één grote mengelmoes worden, zodat je er dadelijk echt niet meer weet in welk land je nou woont. Tenminste, ja, je weet natuurlijk wel in welk land je woont, maar niet als je naar buiten kijkt. De helft lopen met een hoofddoek en de andere helft weer niet. En zeg het maar ook. Ja, zo zit het in elkaar. Ja. En dat mag Karel van Wolveren. Dus nou, dat weet hij dan nu. Ja. En als hij denkt: van ja, die Perry die kan het wel zeggen, maar uh, waar blijkt dat dan uit? Nou, ik heb net vier titels gegeven van boeken. Nou, als dat dan niet genoeg is. En de rest, ja, je hebt ook zoiets als je gezonde verstand natuurlijk, hè? Dus zeg nu zelf, de Babylon, dat was een enorm succes. En die hadden daar een probleem met een, ja, noem het maar klimaatverandering. Je kan ook zeggen dat ze daar een probleem hadden met het feit dat de belastingdruk, die was te hoog. En toen vonden de mensen het niet meer de moeite waard om iets te maken te hebben met Babylon. De mensen liepen weg. Dan maar de eenzaamheid. Dan maar geen gezelligheid. Want in Babylon moest je zo ontzettend veel belasting betalen. De gein was eraf. Ja, we weten niet precies waarom Babylon uh, dat op die locatie gestopt is ik weet het niet maar het heeft iets te maken met het veranderen van ja, misschien een aantal droge zomers dat er allemaal oogsten gingen mislukken dat kan uh, nou, en ik weet ook dat die belastingdruk op het einde als onaanvaardbaar hoog werd gezien dat mensen er niet meer in geloofden Kijk, mensen zijn best bereid om belasting te betalen. Ja, er zijn dingen van algemeen nut. En ja, als je er allemaal een centje voor in het potje doet, dan heb je algemeen nut. En iedereen vindt het eigenlijk heel logisch en heel eerlijk dat er belasting wordt betaald. En dat moet wel, ja, het mag misschien wat meer zijn dan nodig is. Dat is dan ook nog niet zo erg. Want het is heel belangrijk dat die algemene nutzaken goed geregeld zijn. Dus je wil, wat je niet wil is dat erop beknibbeld wordt. Dus ga je akkoord met wellicht een wat ruimere vergoeding dan nodig is. Net als dat je krijgt eters en je wil vooral niet dat er te weinig eten is. Dus dan zorg je ervoor dat er ruim voldoende is. En als dan die eters allemaal met een voldane, volle buik de deur uitgaan. dan vind jij het niet erg dat je nog eten over hebt. Snap je die, die analogie? Nou, vandaar dat wij het ook niet erg vinden om iets te veel belasting te betalen. Want wat je niet wil, is dat je te weinig belasting betaalt. Want dan heb je niet meer dat algemene nut goed verzorgd. Alleen wat in Babylon was, was dat. De, de belastingen werden zo hoog dat mensen daar niet meer in geloofden. En dat ze zeiden van ja, dit zijn geen belastingen meer, dit is uh, diefstal, dit is roof. Nou, en dan verliest uiteindelijk iedereen zijn geloof in het systeem. En, uh, maar het principe, namelijk een eenheid van kerk en staat, en een, uh, een macht met, uh, noem het maar, een geweldsmonopolietak. En de Belastingdienst, ja, dat, dat blijft een, een, een ongelooflijk succesnummer. En dan vooral die eenheid van kerk en staat. Want wat je niet moet hebben, is dat je in een regio onafhankelijke lokale kerken hebt. Dat moet je niet hebben. Want daar krijg je individualiteit van. En wat je dan bijvoorbeeld krijgt, is dat mensen. Uh, het stuk uh, wat we dan noemen de, de sociale voorziening, die gaan ze zelf uh, zorg voor dragen vanuit de kerk. En dat wil je niet. Je, je wil dat mensen die buiten de boot vallen, dat die echt helemaal buiten de boot vallen en dus moeten aankloppen bij de staat. Dat is wat je wil. En wat je niet wil is dat mensen die buiten de boot vallen, dat die door de gemeenschap worden opgevangen. Dit zijn dingen voor de sociologie is dat. Je wil wat je namelijk wil, is je wil een staat die altijd zal staan. Die de grootst mogelijke kans heeft om duurzaam te zijn. En dat. De, de, de beste duurzaamheid zit er maar in dat de bevolking afhankelijk is van die staat. Kijk, de staat is zonder meer afhankelijk van het volk. Want heb je geen volk, dan heeft uh, niks heeft zin. Je moet een groep hebben die je overheerst. Dus je bent als staat afhankelijk van volk. Ja, en wat je wil is dat die afhankelijkheidsrelatie vooral door het volk wordt gevoeld. En dat die dus andersom is. Dat het volk, zich af, dat het volk afhankelijk is van de staat. Dan zullen ze niet weglopen bij de staat. En dan kan jij ze voor eeuwig onderdrukken. Onder controle houden. En jij roept woef en iedereen doet blaf. Dat is het ultieme doel. En dat doet Babylon, dat is de, hun broodvoorziening. En die Klaas van Wolveren, die kreeg van, ik werd dus op die naam, Klaas van Wolveren, werd ik gewezen door een internetvriend. Die heette Lex Muziek. <laughs> ja, zo heet die denk ik niet. Dat is een nickname ofzo. En die man, dat is wel een slimmerik, die is gaan zoeken. En die vond een publicatie. En de, dat publicatie heet The Japan Journals. De Japanse dagboeken. 1947 tot en met 2004. En het is geschreven door Donald Ritchie. En er staat hier uit dat boek: hè, 11 juni 1995. Ed. Karel van Wolverens voor dinner. Ed Seidenstikker, is late. He was at the Jesuits for lunch. Why? asks Karel. Why not? Counters Ed. En even later. Gaat het over. Gaat er een, ik had het even in het Nederlands vertalen. Dus uh, 11 juni 1995. Niet zo lang geleden, 20 jaar geleden ongeveer. Bij Karel van Wolveren voor het diner, voor het avondeten. Ed, zijdenstikker, is laat. Hij was. Wezen lunchen, lunchen... bij de Jezuïeten. Waarom? vraagt Karel. Waarom niet? antwoordt Ed. Nou en dan in de volgende alinea en dan de pope is brought up Ian Buruma en dan denk ik toch gelijk aan Jan Buruma, zo'n Nederlandse politicus hè? en die zegt dat de bisschop van Nagasaki hem verteld heeft. Dat de vredesbeweging in feite een uh, big business is. Ja, nou ja. Nou, in elk geval, uh, Karel van Wolveren die gaat dus om met iemand zoals Ed Zijdensticker. En iemand als Ed Sijde die gaat lunchen bij de Jezuïeten. Dat weten we uit dit boek. Nou, je gaat niet zomaar lunchen bij de Jezuïeten. Dat hoor je niet te doen. En, en ja, je gaat niet om met die mensen. Kijk, als je het hebt over de Jezuïeten, dan heb je het over het allergrootste georganiseerde tuig van deze aarde. Want die transformatie die Babylon heeft doorgemaakt. heeft sinds 2000 jaar alles te maken. met de komst van onze Heer Christus Jezus. En zij hebben die gebeurtenis misbruikt voor politieke doeleinden. En de Jezuïeten zijn aan het moorden. En martelen en verkrachten geslagen. uit naam van onze Heer Jezus Christus. Dat lijkt mij een verschrikkelijke misdaad. En daarom hoor je niet om te gaan met Jezuïten. En je hoort niet om te gaan met mensen die omgaan met Jezuïten. Dat doe je niet. Dat doe je alleen maar om ja, een van beide mogelijkheden. Ofwel, je hebt niet geluisterd naar Periwinkel met dat verhaaltje van het afgelopen. ben ik bezig, een half uurtje. Je bent historisch gesproken een, een nobody. Dat kan. Dat je geen enkele kennis hebt. Dat kan. Dat sluit ik helemaal niet uit. Of je bent zelf een doortrapt, mislukt stuk verdriet. Kijk, er is geen. derde mogelijkheid. Kijk, de Jezuïeten, die orde, die is opgericht door die persoon die wij tegenwoordig zouden noemen als een regelrechte psychopaat. En die man die heette Ignatius de Loyola. En hij heeft gezegd tegen meneer de paus die is van Babylon, hè? tegen meneer de hoofd van Babylon heeft hij gezegd: van, nou, jij hebt toch een probleem met mensen die niet mee willen doen met jouw kerk. Nou, geef mij nog maar het, uh, het recht om al die mensen die niet mee willen doen met jouw kerk, om die uh, dood te martelen, dood te verkrachten en of gewoon om te leggen. Nou, dan moest de paus nog een hele tijd over nadenken. En die zei uiteindelijk, nou oké, okay, laat maar doen dan. Dat, die, dat zijn de Jezuïeten. Moorden uit naam van Christus Jezus. Die luisteren helemaal knettergek. En iemand die omgaat met een jezuïet die is ook knettergek. Of ontzettend dom. En als dat laatste het geval is, dan moet die persoon verplicht 20 minuten gaan luisteren naar precies dat stukje uit deze beschouwing waarin ik alles uitleg. En dan iets van lijfstraffen erbij eh, om het echt goed in te rammen. Want het is natuurlijk eh, behoorlijk erg... Ja, het is tot daar en toe dat je het niet weet. Ik bedoel, die collega's van mij die in de gehandicaptenzorg... zorg, daar net als ik. tien uh, uh, tot twintig toiletten schoonmaken per dag. Uh, ja, daar ga ik er niet van uit dat die er allemaal op de hoogte zijn. wat de Jezuïeten hebben uitgevroten. Maar die gaan ook niet om met Jezuïeten. En dat vind ik niet zo erg. Er zijn mensen die maken toiletten schoon. Nee, die weten niet van Babylon. Maar ben jij een Karel van Wolverens gelijke? Hoor je dat wel te weten? Je hoort jezelf uh, eerst te verdiepen in de geschiedenis voordat jij jezelf laat roemen voor je kennis, wat die kennis ook maar inhoudt. Als je iets beweert uh, hè, op het gebied van lezen, van ja, ik heb gelezen en ik weet wat van boeken en van de inhoud ervan, ja, dan weet je het ook, toch? En dan hoor je het te kennen. Ik ben niet uh, het grootste licht ter wereld en ik weet dat ook. Ik wist op mijn dertiende al, mijn twaalfde, dertiende al, wist ik al dat de katholieke kerk. Dat dat niet deugde. Daar deed ik helemaal niet moeilijk over. Ik wist dat dat niet deugde. En ik had vrienden en vriendinnen, en die waren dan van uh, katholieke afkomst. En daar ging ik heel beleefd mee om. Ik heb meerdere vriendinnen gehad. Nou, precies zijn, ik heb twee vriendinnen gehad en die waren allebei katholiek. En daar deed ik niet moeilijk over. Het was wel zo dat ik zei uh, dat ik van mijn geloofsovertuiging niet meedoe aan de eucharistie. Want dat mag van mijn geloof niet. Dat is idolaterie wat die mensen daar doen. En daar mag je niet aan meedoen. Ik heb daar later wel wat makkelijker over gedaan. Ik, ik heb eigenlijk. Ja, ik heb één keer het Jezuskoekje gegeten. Maar dat was echt alleen voor de gezelligheid. Nou, uhm. ja, lang verhaal. Dat neem ik mezelf niet kwalijk. Dan hoef jij me ook niet kwalijk te nemen. En ik heb het niet in de mond laten leggen. Dat kan ook, je kan het, het Jezus koekje in de hand krijgen of op de, op de tong. En ik heb het in mijn hand laten leggen. Dit is het lichaam van Christus. Hey, ik was dus al mijn dertiende, wist ik al dat de katholieke kerk dat dat niet kan: dat dat Babylon is. Dat toen wist ik nog niet dat het Babylon was. Maar. Daar ben ik dan in de loop der tijd achtergekomen. En nu Karel van Wolveren nog. En ik zelf heb het vermoeden dat iemand als Karel van Wolveren... dat hij... hij gaat die boeken niet lezen. Het zal voor hem zo'n schok zijn om te ontdekken dat dat, dat wat ik net zei. Hè? Als hij die omvang van mijn woorden beseft, dan moet hij zeggen: Ja, maar dan heb ik al die jaren geloofd in iets wat helemaal niet waar is. En. Dat kunnen mensen in 99 van de 100 gevallen niet aan. Het is dus jammer, maar dat kunnen ze niet aan. En wat er dan gebeurt is: dan, dan slaat hun denken, slaat dicht. En dan raken ze ja, verbitterd. En ze gaan hameren op hun eigen punt en. Gaan dan in herhalingen vervallen. En. Ja, hun carrière is dan eigenlijk. juist ja, zo'n beetje voorbij. Want de. de sprank. De sprankeling of zo van hun betogen. dat gaat eraf. Want dat wat ik gezegd heb net. blijft knagen. En ze blijven maar denken van. ja, maar wat nou. Als wat Perry zegt. En. En dat Perry dat uh, baseert dus op Frederik de sourcey zijn uh, woorden. En op uh, P.D. Stewart. En op Bill Hughes. En uh, Hislop. En uh, Walter Veit. En uh, ja, dat zijn eigenlijk toch wel uh, een hele hoop, uh, namen. En uh, die Daryl Eberhard ook. En uh, Greg Anthony Schismanski ook. En uh, Johnny Cirucci ook. En ja, dat er zijn er eigenlijk niet alleen maar zo'n vent uit Arnhem die het zegt. Maar eigenlijk zijn het er wel, uh, nou ik zei net al, bijna tien mensen. En dat zijn alleen maar de mensen die bekend zijn via internet. En we zitten nog heel groot, nou laat ik er maar niet aan denken. En zo, dat gaat er met Karel van Wolveren, denk ik, gebeuren. Maar dat weet je niet zeker. Misschien dat die man, als hij dit hoort, dat hij denkt... Nou, ben ik, ben ik Jan Soepie of wat? Kom op, ik, ik smijt die 80 euro er tegenaan... en ik haal die twee boeken van Kootwoord Barbelon eens even in huis. Huh? Ja, misschien is het een man met ballen, maar ik denk het niet. Hij zei bijvoorbeeld in een of andere interview: bij, bij, bij Weltsmerts zit hij dan ook. Weltsmerts vind ik zo'n typische club die dus uh, niets weten van geschiedenis. We gaan een beetje gezellig lopen doen. Van ja, kijk, de afslagen van 11 september. Nou, dat was een complot. Van uh, uh, ja, dat weten we nog steeds niet. Want uh, ja, wij weten namelijk eigenlijk helemaal niks. En uh, ja, we weten dus niet wie het gedaan heeft. Maar uh, het was wel een uh, complot, hoor. Het was niet Osama bin Laden. En uh, ja, en trouwens, Piet, uh, hebben een leuke strapdas heb je aan. Uh, ja, bij de Hema gekocht of zo. Ja, oh man, ik kan er echt niet naar kijken hoor. Dat café wel dat gezellige gedoe. De wereld staat in brand en we gaan een beetje lopen lachen in een leuke entourage. Nee, doe mij dan maar mijn eigen beschouwingen. Gebaseerd. Dus ja, ik heb tenminste helemaal geen leuke entourage. En, en, en niet een drankje erbij. Ja, ik heb die, die rare thee van Albertijn. Ik hoop altijd die value packs. ...extra veel voor weinig. Nou, hij zat dus... Uh, ...Karel van Wolveren... ...zo ergens dan bij Weltschmerz of zo... ...en van hem de uitspraak... ...dat Donald Trump... ...was dan de eerste... ...normale... ...president van Amerika. Nou... Dat... ...denk ik, man, heb je het over? Donald Trump zit helemaal in de pocket van de paus. Dus wat... ...ja, op zijn Amsterdams gezegd... ...wat lul je nou over, man? Dat maakt er helemaal geen donder uit... ...wie er namens de paus... ...in Amerika gaat zeggen... ...wat er moet gaan gebeuren. Dat... dat... Uh, neem iemand, die, die voorganger daarvan, Barack Obama. Die, die was notoor bekend dat hij met een teleprompter werkte. Altijd een schermpje, weet je, met uh, zo'n zo doorschijnend schermpje. En dan en en doet uh, Barack Obama alsof hij een geweldige speech heeft voorbereid. Maar het enige wat hij doet is dat hij net als de juffrouw van het NOS Journaal leest hij een tekst op. En meer heeft Barack Obama niet gedaan. Ja, behalve zijn eigen financiële privévermogen heeft hij verhonderdvoudigd tijdens zijn presidentschap. Stinkend rijk is hij, het Witte Huis uitgestapt, hè? Met zijn uh, vriend Michael Obama. Nee, die heette Michelle. Ja, 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 ja. Maar ze werd Michael genoemd, hè? Door Barack. Ja, maar ze hadden twee kinderen. Ja, ja, ja. Paulo Leo heeft ook twee kinderen. He? Nee, man. Maar het is ook. Erbij er stilstaande. Ik kan me goed voorstellen dat mensen de werkelijkheid. Lastig te accepteren vinden, omdat de situatie hopeloos is. En het is heel moeilijk om om te gaan met een hopeloze situatie. Want dan, hoe moet je nou leven zonder hoop? En dat is wat we nu hebben. Ja, niet de bijbelgelovende christenen. Mensen zoals ik. Ik heb, ik heb helemaal geen hoop gehad in deze wereld op een of andere materiële verbetering van wat dan ook. Ik heb er me daar nooit mee bezig gehouden. Ik leef met heel veel. Uh, genoegen, is dat het woord? Of eh. Uh, nou, ik heb er verschrikkelijk veel zin in, altijd. Zo die. Uh... Ja, ik, ik zit los te zeuren misschien een keertje. Maar in de regel heb ik echt een ontzettend leuk leven. Ik vind het echt hartstikke leuk. En ik zie hoe Babylon uh, de laatste loodjes aan het leggen is. voor het realiseren van hun grote wereldrijk. En ik zie nu ook dat ze zo'n beetje door hun trucken heen zijn. om ons bezig te houden. En dat ze dan nu met die belachelijke dingen gaan komen als het uh, coronavirus. Dat slaat er echt helemaal nergens op, natuurlijk. Maar ja, wat moeten ze anders? Ze moeten iets verzinnen om ons angst aan te jagen. En dan die klimaatidioterie erbij. Zo'n maf kind, die, die Greta Thunberg. Hou het daar, joh! Het kind is geestelijk gestoord. Serieus! Geta Toenberg, die heeft uh, asperger. Nee, ja wel, asperger. Dat is een vorm van autisme. En ze heeft erbij ook nog uh, obsessive compulsory disorder. OCD. Obsessieve dwangmatigheidstoornis. En de moeder van Geeta Thunberg die is ook net te gek, want die gelooft dat haar kind infrarood licht kan zien. En dat kunnen mensen helemaal niet. Hé, hey, dat kunnen bij mij weten is er maar één uh, entiteit op deze wereld die infrarood licht kan zien. En dat zijn de roofvogels. En dan nog niet eens allemaal maar sommige roofvogels... die kunnen infrarood zien. Dus die kunnen... in een veld kunnen ze... een warmbloedig dier zien zitten. In de nacht. Daar hebben ze dus geen zonlicht voor nodig. Die kunnen s'nachts... en ja, waarschijnlijk een uil ook. Een uil zal ook wel infrarood kunnen zien. Gok ik nou hoor, maar van roofvogels... En, nou, uilen zijn ook roofvogels, maar... Van sommige roofvogels weet ik het. Daar heb ik een heel aardig artikel over gelezen. En Greta Thunberg is geen roofvogel. Greta Thunberg dient door te gaan voor een mens. En mensen kunnen geen infrarood zien. En de moeder denkt van wel, dus die moeder is net te gek. En Greta Thunberg heeft Asperger en OCD en die is ook gek. En met het milieu in Nederland is helemaal niks in de hand. En de zeespiegel die stijgt, maar dat doet hij al 200 jaar. Dus ja. En hij stijgt met 1,7 millimeter per jaar. En onze dijken zijn momenteel hoog genoeg. Dus het is niet zo dat wij per morgen moeten gaan beginnen met het verhogen van de dijken. Want we kunnen nog wel even voort. Ja, we kunnen nog even voort met de dijken zoals ze nu zijn. Maar als dit door blijft gaan, en dat zal waarschijnlijk wel. Ja, dan komt er dus per 10 jaar komt er een ruime centimeter bij. En dan zou je toch over 50 jaar, als er dan dus 50 centimeter bijgekomen is. 60 centimeter, 70 centimeter. Ja, dan zal er wel wat. Uh, ja, dan moeten we weer gaan verhogen. Maar ja. dat zien we dan wel weer. Er is nu niks aan de hand. Kijk, dus dat, dat is hoe Babylon werkt. Met ons bang te maken voor van alles en nog wat. En ons te bestoken met die dingen als androginiteit. Dus dat je. Het is, een, het is namelijk een eenvoudige waarheid dat je als mens word je geboren in twee vormen, namelijk je hebt XX-chromosomen en dat betekent dat jij een baarmoeder gaat krijgen en eileiders en die dingen. Of je hebt een X- en een Y-chromosoom en dat betekent dat je ballen gaat krijgen, testikels en een penis. Nou, en dan heb je nog wel. Um, het heet. Op zijn Engels is dat intersex en wij noemen dat hermafrodiet. Uh, dat komt ook voor. En dan. Ja, dan is het heel onduidelijk. Want wat je nou ook kan hebben. dat zijn chimeren. En een chimer dat iemand. En die heeft. In principe verschillende soorten DNA in zich. Dus je kan je voorstellen dat een eicel die wordt gepenetreerd door twee spermatozoïden tegelijkertijd, en dan ontstaan er dus twee strenge DNA. En die ene kan een vrouw zijn, die andere kan een man zijn. En die verstrengelen dan weer samen, en dan komt er toch één lichaam uit. Maar er zitten twee soorten DNA in. Dat heet een chimère. Ja, dat komt niet veel voor. Maar het kan, het kan, het bestaat. En voor de rest ben je of een man of een vrouw. Klaar. Dat is heel simpel en duidelijk. En wat Babylon doet, is zo'n eenvoudige, simpele waarheid ter discussie gaan stellen en doen alsof iemand die een XY chromosoom heeft... dat die toch een vrouw kan zijn. En dat dus vrouw zijn of man zijn... dat dat... Uh, ja Ze ontkennen niet dat die... Ja, wat ze zeggen is van... je hebt het lichamelijke onderscheid tussen mannen en vrouwen... maar dat is niet zo belangrijk. Dat is, eigenlijk is dat onbelangrijk... Het gaat erom hoe jij je voelt. Dus hoe je denkt. Hoe je geestelijk in elkaar zit. Dat geestelijke aspect van je aanwezigheid, dat is je daadwerkelijke gender. Daar hebben ze dus een nieuw woord ook voor verzonden. Dus je hebt dus je lichamelijke geslacht. En los daarvan heb je je gender. Eigenlijk betekent gender ook gewoon geslacht, maar dat is dan het geslacht tussen je oren. Heb je hebt het geslacht tussen je twee grote tenen in? En het geslacht tussen je twee oren. En het geslacht tussen je twee oren, dat is dan belangrijker dan het geslacht tussen je twee grote tenen. Dat is Babylon. Dat is pure chaos. Want dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je hebt maar één geslacht, en dat is het geslacht tussen je twee grote tenen. En dat is je geslacht. Um, dat is een uiterlijkheid van een innerlijkheid. En die innerlijkheid, dat is dan die, die chromosomen. En die chromosomen is, die zijn op zich weer een uiterlijkheid van een innerlijkheid. Ook nog een keer. Dus die chromosomen zijn een uiterlijkheid van een innerlijkheid. Ook nog een keer. Dat is de moderne biologie. Dat is de leer van Jordan. De man waarvan ik een boekje hier in huis heb. De causale verklaring van het leven. Tja. Ja, zo zit het in elkaar. En Babylon die maakt er een paar hoop van. En Karel van Wolveren, die. Uh, oh, die zitten zo lekker tussenin. En uh, zegt zo'n beetje van. Ja, en de mensen die uh, geloven niet in complotten. Uh, ja, maar uh, dit is wel een complot hoor. Ja. Ja, wat Karel van Wolveren er niet bij zegt, is dat dat complot, dat is Babylon. En Babylon, dat is de paus. En het complot is wereldwijd. En, en iedereen doet mee. En de jezuïeten, die zijn binnen dat stelsel sinds 1540, toen zijn ze gesticht. Het was een reactie op de. Reformatie van Maarten Luther. Het heet ook wel de contra-reformatie. En dat is dus inmiddels is dat uh, 260 jaar geleden, maar iets meer. Nou, ja, zoiets ongeveer. In 2040 zullen ze. Nee, langer geleden. Want in 1540 zijn ze gesticht en in 2040 zullen ze dus 500 jaar bestaan. Ja, ja ze bestaan er al bijna een half millennium. En de jezuïte orde dat is het succesnummer binnen Babylon. Ik zal er wel een aparte beschouwing houden, puur over de Jezuïte en hoe het nou toch kan dat die. Organisatie, juist die tak van de katholieke kerk, waarom die zo machtig is geworden. Want ze, ze zijn de baas. Uh, de, ze, heel erg lang werd er gesproken over een witte paus en een zwarte paus. En dan de witte paus, die was dan de baas in de ogen van de, de, het klootjesvolk. En de werkelijke baas, dat was de, de werkelijke paus. Dus, dat was de zwarte paus. En die zag niemand. En in de tijd dat ik daar achter kwam, dat je dus naast een witte paus ook nog een zwarte paus had, daar kwam ik achter ergens in 2006, 2007. Ook alweer 12 jaar, 13 jaar geleden. En toen was de zwarte paus Hans van Kolvenbach. Iemand uit Brabant, uit Nederland dus. In de buurt van Os is hij geboren, dacht ik. In Druten of zo. Nou, en ja, trouwens, die zwarte paus, om het verhaaltje af te maken dat is het hoofd van de Jezuïte Orde. En al handig om te weten bij de Jezuïte Orde... dat Adolf Hitler... die heeft nog gezegd dat hij een diep respect had... voor de Jezuïte Orde. En dat hij overtuigd was... dat de organisatiestructuur van de Jezuïte Orde de allerbeste organisatiestructuur is voor een organisatie ook. En om die reden heeft hij de Schutzstaffel, de SS. Die heeft hij uh, zo georganiseerd zoals de Jezuïten georganiseerd waren. Dus die hiërarchie van de SS die zat zo in elkaar. Net als de Jezuïten. Hij heeft dus het organisatiemodel van de Jezuïten gekopieerd... En dat heeft hij opgelegd aan de jongens en meisjes, nou, aan de jongens dus, van de SS. Want zo wil ik dat jullie je organiseren, op deze manier, zoals de Jezuïten dat hebben gedaan. Yo. En ga er maar vanuit dat de Jezuïten, ah, je komt ze overal tegen in de, in de geschiedenis sinds 1540. In 1776 was er een Jezuïet. En die heette Adam Weishaupt. En die heeft de Beierse Illuminati opgericht. En de Beierse Illuminati die is na, daarna weer verboden. Omdat ze beschuldigd werden van het uitlokken van de Franse Revolutie. En de Franse Revolutie was helemaal geen opstand van het volk. Nee, het was een actie vanuit de Jezuïeten. Om de Franse aristocratie de nek om te draaien. In Frankrijk had je overal graafschappen en hertogschappen en allemaal dat soort dingen. Eigenlijk weer een kasteeltje met een of andere jojo -jo erin en een klein legertje. En dan zo'n omgeving die allemaal wel tevreden was met de hertog van uh, Darkpont, de Sansui of zo. En dat moest allemaal afgelopen zijn. Dus het moest allemaal onder centraal bestuur komen. Dus vandaar die Franse revolutie. En die was aangeslingerd door de Beierse Illuminati. Nou, ja, het is allemaal voor uh, Karel van Wolveren dat hij uh, dit even op een rijtje zet. En, nou, en hij moet zich uh, houden aan his, uh, zich vervreemden. Niet meer omgaan met jezuïeten en mensen die omgaan met jezuïeten. Nou, hij mag er wel mee omgaan, maar hij moet dan altijd een tweede agenda hebben. Hij moet dan altijd weten dat hij omgaat met de mensen van Babylon. Of zoals in de Bijbel staat, met de kinderen van de duivel. En daar moet je mee omgaan op een. Ja, Kijk, als je niet anders kan, dan moet je er wel mee omgaan. En heb je de mogelijkheid om te kiezen, moet je er niet mee omgaan. Maar als je niet anders kan, dan moet je er mee omgaan. Maar dan moet je er mee omgaan met zelf een andere agenda op de achtergrond. Dus dat je openlijk doet van ja, nee, dat is allemaal goed hoor. Oh nee, dat is wat ik. Ja, dat, uh, maar dat doe ik ook hoor, ja. En als je dan weer ophangt, hè, de telefoon of zo, denk je. Pff. En vervolgens doe je iets waar je zelf zin in hebt. En niet wat je afgesproken hebt. Met de jezuïeten valt niet te onderhandelen. Moet je geen zaken meer doen. Moet je helemaal niks meer doen. Het is dan best lastig voor hem om zich uit dit pakket. pakket, Parket? om zich eruit te worstelen. En daarom denk ik ook dat hij dat niet gaat doen. Ik denk dat hij gewoon blijft zitten. Maar de rest van zijn leven zal hij een knagend gevoel in zijn donder hebben. van jeetje. Maar wat nou als Perry Winkel en al die andere mannen, als die gelijk hebben en ik mijn leven heb vergooid met het dienen van de volgelingen van de duivel? Ja, ja. Want iets anders is er niet, hè? Je bent voor Christus en je bent voor Jezus, voor de Verlosser. Je bent voor de zoon van God, je bent voor de weg, voor de waarheid en het leven. Of niet. En er is niet een, een, een gulle middenweg of zo. Het is of het leven dat eeuwig is, of het is de dood. Er is geen weg daartussen. Ook niets voor Karel van Wolveren. Tja. Nou, ik hoop natuurlijk dat hij zal doen wat ik niet verwacht. Namelijk dat hij die boeken gaat lezen. En dat hij aan onze kant komt staan. Aan de kant van de weg. De waarheid en het leven. Het is nooit te laat, namelijk. Ja? En voor alle anderen die al weten van de weg, de waarheid en het leven. <laughs> en ook voor Karel van Wolveren, natuurlijk. Zeg ik op zijn hamburgers: Tjus. En dan hou je haaks, lieverds.